Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is maandag, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus ik neem jullie weer mee in een volle leuke werkweek. Helemaal nu richting het voorjaar Pasen. Het weer is er niet helemaal na, maar wel in mijn hoofd. Dus ik heb er zin in. Ik ga naar de groothandel om nieuwe bloemen te halen. En we gaan zien wat de week ons brengt. Kijk gezellig mee. Nou, ik ben echt als een nok toegevuld. Ik had nog niks meer in. Ik zit hier helemaal vol, hier naast me. Dus het is helemaal vol, overal bloemen. En ik heb een hele leuke aanbieding voor in deze vlog nog. Dus die ga ik aan jullie straks laten zien. Heel erg leuk. Echt een mandje met mooi glas en heb ik een leuk idee mee. Dus dat was in ieder geval hier de aanbieding van in de vlog. Maar er komen er meerdere, want ik heb hier niet zo heel veel van. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar ik vond ze wel te leuk om te laten staan. Dus ik denk, dat kan ik in ieder geval een paar mensen blij maken. Hè? Ik ga gauw naar huis, want er wacht genoeg werk op mij. Volle bak. Morgen, het is weer een nieuwe dag. Ik ga straks de weekaanbieding laten zien. Maar ik heb gisteravond nog wat leuks besteld. Dus ik hoop dat het op tijd binnen is voor deze vlog. Want dan kan ik er nog een aanbieding in gooien. Hè? Iets met een heel mooi frame van een haas. Je ziet al veel overal voorbij komen als hazen. Maar deze is net even iets anders en daar hou ik van. Dus daar wil ik nog wat leuks mee maken. Maar dat komt nog binnen. Hè? Zoals je achter me kan zien, ben ik al goed bezig. Er staan al heel veel pakketten klaar die op water moeten voor in de pakketten. Dus dat ga ik doen. Ik heb veel eitjes ingepakt en veel voorwerk gedaan. Dus als het goed is, kan ik tempo maken. Dus gauw aan de slag. Oh, en nog een andere vraag. Ik had hem op Instagram en Facebook gesteld. Maar ik besef me ook dat niet iedereen dat heeft. Ik had namelijk gevraagd welke kleur jullie de volgende DIY pakketten zouden willen zien. Mag je hieronder even in een reactie laten weten. Dan hou ik daar rekening mee. En dan ga ik ermee aan de slag. Dat heel veel roze, pastel, lichtroze genoemd. Dus daar ga ik sowieso ook mee aan de slag. Maar misschien heb jij ook nog een andere kleur. Wil jij dat juist ook zien? Laat het hieronder even weten. Zo, ik ben heel erg druk bezig geweest met het inpakken van alle bestellingen. Het waren er weer heel veel, maar ze staan klaar. Die ga ik zo naar het postpunt brengen. Maar ik heb nog even tijd voor jullie om de weekaanbieding te doen. En dat is weer een leuke. Zoals je kan zien, een mandje met leuke glaasjes erin. En die gaan we leuk opmaken, hè? Want die kan je elke keer bij elk seizoen weer aanpassen. Heel erg leuk. En ik ga hem vandaag een beetje in voorjaarssfeer opmaken. Dus kijk gezellig mee. Wat ik heel erg leuk vind om met quattro eitjes te doen. Bijvoorbeeld met een Crasperia. Moet je wel een stevige steel hebben van iets. Is om er een quattro eitje voorzichtig doorheen te drukken. Hè? En dan kan je op een makkelijke manier heel leuk een paarssfeer toebrengen in jouw bloemstukje. Dat is heel leuk. En net even weer iets anders. Ook leuk om in bloemstukjes te verwerken. En ik doe hier gewoon leuk wat losse bloemetjes in, wat bolletjes, een beetje mos. En dan heb je het eigenlijk al heel erg leuk. Zo, dan is het nu tijd om alle pakketten weg te brengen. Hè? De aanbieding van deze week is dus deze. En er wordt misschien nog één toegevoegd in deze vlog. Dan zie je vanzelf deze vlog afkijken. Ja, die frames zijn gewoon heel leuk. Dus ik hoop echt dat ze op tijd binnenkomen. Ik denk het wel zelf. Dit is dus de weekaanbieding. Kan je vinden onder voorjaar en onder zeel. Als je het online zoekt op www.uonlinebemis.nl. Ik ga nu gauw de pakketten wegbrengen. En dan zien jullie mij morgen weer.
Goedemorgen, we zijn er weer. Dus we gaan weer lekker aan het werk. Voorjaar. Wel weer zin om weer aan de slag te gaan. Goed, ik ga inpakken. En daarna ga ik video's opnemen. Zin in. Zo, ik ben druk aan het opnemen. Hè? Ik heb deze topper opgenomen. Die komt waarschijnlijk online na deze vlog. Dus de zaterdag erop. Maar precies weet ik het nooit uit het hoofd. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Ja, het is echt weer een toppertje. En ik ga nu verder met opnemen. Maar ja, helemaal lekker bezig. Ik heb de pakketten al klaar. Die zijn klaar om zo naar het postpunt gebracht te worden. En ik heb heel veel leuke inspiratie in mijn hoofd. Dus jullie zien het gaan. Zo, goedemorgen. Ochtendspits weer gehad. Dus we kunnen naar de groothandel. Ik heb veel besteld. En ik heb nog weer wat ideeën voor nieuwe DIY's. Dus daar wil ik ook even voor kijken. Ik heb gisteren ook nog weer een leuke opgenomen. Die heb ik nog niet laten zien. Die zal ik wel even in beeld brengen. Hè? Die komt ook binnenkort online. Dus dat komt allemaal komende tijd. Maar veel mooie voorjaarsstukken. Hè? En er komt nog veel meer. Maar dat zeg ik elke keer. Maar ik zit er gewoon helemaal lekker in. Ik vind het gewoon echt zo'n superleuke tijd. Ik denk misschien wel de leukste tijd van het jaar om mee bezig te zijn. Al heeft elk seizoen heeft natuurlijk wat. Ik ben wel nieuwsgierig. Welk seizoen vind jij het leukst om met bloemschikken bezig te zijn? Die kan natuurlijk elke keer wat leuks en nieuws verzinnen. Hè? Dus ja, ik ben wel even nieuwsgierig wat jullie leuk vinden. Goed, ik ga gauw richting de groothandel. En ja, kijk wat voor mooie bloemen ze weer hebben vandaag. Goedemorgen. Volgens mij zei ik gisteren dat ik video's ging opnemen gistermiddag, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb heel lang doorgewerkt met inpakken, zodat ik vandaag al meer tijd heb. Dus ik heb helemaal zin in vandaag. Mijn bestellingen zijn te overzien wat ik moet inpakken. Kijk dan hoe schattig trouwens. Mijn dochters hebben gisteren bloemschikt. En deze. Hij is ook echt heel mooi compact trouwens gestoken. Echt grappig hoe ze dat dan zien en wat ze dan mooi vinden. Dus hier geregeld. Het is echt altijd een feestje voor hen. Maar goed, dat wou ik niet zeggen. Ik heb ook de nieuwe ondergronden binnen. Dus dat wil zeggen dat ik in deze vlog ook de nieuwe ondergronden kan laten zien van de Pasa's. Dus ik ga het lijmpistool aanzetten, want die ben ik daarvoor nodig. Dan ga ik eventjes de bestellingen die te overzien zijn inpakken. En dan ga ik lekker video's opnemen. Ik heb er heel veel zin in. En zo, daar is hij dan. De Pasa's waar ik het over had. Het hout is heel erg mooi. En het is een frame waar je heel veel kanten in op kan. Want je kan ook voor kiezen om de bovenkant te wikkelen. Bijvoorbeeld met droogbloemen. Is ook heel erg leuk. Ik ga hem nu wat natuurlijker opmaken. Dat vind ik wel passend. En dat hij open is natuurlijk ook heel gaaf. Maar je kan hem ook helemaal bedekken met mos. Kan je ook. Ja, je kan er echt gewoon van alles mee. Het is een heel leuk, mooi frame. En kijk het hout. Ja, gewoon heel luxe. Daar ga ik wat leuks mee opmaken. En dat is dan ook gelijk de week aanbieding. Ik heb er helemaal zin in. Het is buiten ook echt prachtig weer. Dus dan krijg je er ook helemaal zin in. Je kan hem eventueel bestellen in gewenste kleur. Je kan kiezen voor geel. Ik ga hem nu in natuurlijk een beetje wit tinten opmaken. Je kan ook kiezen voor roze. Dus welke kleur ik wil. We passen daar. Goed. Ik ga hem versieren met het lijmpistool. En met allerlei leuke materiaaltjes, waardoor het een mooi voorjaar wordt. Dus kijk gewoon gezellig mee. Het is heel makkelijk, niet moeilijk, maar wel heel leuk.
Nou, daar is hij dan. Ik vind hem echt super schattig. Super leuk. Net even anders dan anders. Maar die natuurlijke materialen, die zijn gewoon heel erg mooi erbij. Ik kan hem dus in de gewenste kleur bestellen. In het roze, geel. Oranje kan eventueel ook. Of wat ik nu heb. Ik kan hem dan helemaal zelf opmaken zoals je zelf wil. Ik heb er nu ook wat bolletjes aan toegevoegd. Maar ja, daar kan je natuurlijk zelf op kiezen of je dat leuk vindt. En je kan eventueel de achterkant ook opmaken als je beide kanten wil doen. Er zit altijd eigenlijk genoeg materiaal in om dat haast ja, ook mooi af te werken. Dus, maar zelfs zo is hij leuk. Dit is dus de aanbieding van deze week. Je kan hem vinden onder voorjaar. Heel veel leuke aanbiedingen deze week. Ik vind het leuk om je dit te delen. Ik vind dit gewoon echt een toppetje. Ik zag die ondergrond. Ik denk, die moet ik hebben voor de webshop. Dus die kan je vinden onder voorjaar en onder sale. Weer snel bij, want op is op. En ja, dan ga ik lekker verder. Ik kreeg nog een pakketje binnen van Oasis. Maar daar ga ik binnenkort al mee aan de slag. Waarom? Dit vind ik trouwens wel echt een toppetje om nog even te delen. Hier kom ik nog op terug met specificaties en dat soort dingen. Je ziet het vaak hier ook bij me staan, want ik heb hem hier ook achter me staan. Ik gebruik hem, het is een beetje zoals je de Clear Life eerder herkende. Het geeft ja, wat meer vocht aan jouw bloemen, waardoor ze langer mooi blijven. Even kijken of het er ook op het Nederlands op staat. Oh ja, hier. Floral Life Finishing Touch spreekt, verfrist en hydrateert de bloemen. Het is een eenvoudig en snelle laatste stap voordat een boeket of bloemstuk de deur uitgaat. Mocht jullie het leuk vinden als ik dit soort dingen toevoeg aan de webshop, laat dan weten. Want ik gebruik het dus veel. En ik heb binnenkort ook wat leuks voor jullie. Ook van Floral Life voedingszakjes en dat soort dingen. Dat kunnen jullie gaan testen. Dus, maar daar kom ik later op terug. Ik al binnen. Heel erg leuk. En nu ga ik verder met video's opnemen. Goedemorgen. Ik had de vlog nog niet afgesloten. Dat ga ik zo wel doen. Maar wat ik nog even wil zeggen is, als je een van de aanbiedingen wil shoppen, dan kan dat nu op de webshop. In de volgende vlog heb ik ook een hele leuke video voor jullie. Want mijn nieuwe schuur komt deze week. Mijn nieuwe voorraad. Ja, de nieuwe voorraad opslag. Wat heel erg leuk is ook voor jullie. Want dat betekent dat ik grotere voorraden kan inkopen. Ondanks dat nu de voorraden best wel groot zijn, gaan ze ook gewoon echt gigantisch hard. En zijn de pakketten en ondergronden snel uitverkocht. Nou, dat wordt dus eigenlijk voor een deel opgelost. Dat betekent ook dat ik in de volgende vlog heel veel aanbiedingen heb. Want ik ga gelijk even goed alles ja, met de laatste stuks komen weer in de aanbieding. Dus dat vind je in de volgende vlog. Wil je dat niet missen, abonneer dan gratis op dit kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die online komen. Hè. Elke zaterdag om 9 uur en elke woensdag om 7 uur 's avonds komt er een nieuwe video online. En op zaterdagochtend om 9 uur. Dus abonneer gratis en ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat me weten wat je van deze week aanbiedingen vonden. En wat je van deze week aanbieding vond. En wat je graag zou willen zien. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en zien we volgende keer weer. Doei!